eerst maar de stroom eruit. Terwijl wij hoog en droog in Noord-Holland varen, voltrekt zich een ramp in het zuiden. Door de hevige regenval is er extreme wateroverlast in onder andere Limburg. Maar daar hebben wij nauwelijks weet van als we over de West-Friese kanalen op weg zijn naar een stad die veel meer te bieden heeft dan alleen kaas. Dankjewel. Wij zijn Pieter en Marieke. Man, wat een begin van een vakantie, hè? We varen met onze cabincruiser de Canicula over de mooiste rivieren, de smalste vaartjes, de grootste meren en de langste kanalen van Nederland. Dit jaar gaan we kriskras door Noord-Holland. Vandaag van Schagen naar de Rijp, waarbij we 3 sluizen passeren en een spoorbrug, die toch echt wat lager is dan we verwachten. Nou, we zijn weer op pad. Op weg naar Alkmaar. We zijn al een keertje eerder in Alkmaar geweest. Ja, toen regende het ontzettend. Het is nu ook niet florissant weer, maar ik hoop dat het beter blijft. En sinds gisteren een nieuwe rit zo. Ja. Ja, het is weer gerepareerd en hij loopt hier nou ook makkelijk langs. Dus helemaal blij mee. We varen vanuit Schagen stuurboord uit, langs jachthaven Jan van Ketel, genoemd naar een Schager oorlogsheld. Over het Schager-Kochenkanaal en door de Molenkolksluis. Het is geen druipsluis, zoals ik denk, maar een schuifsluis. Kijk maar! Dit is Kolhorn. Het plaatsje achter de dijk had ooit uitzicht op de golven van de Zuiderzee. Kijk, dit is 1815. Dan ligt Kolhorn nog aan de Zuiderzee. Hier is Medemblik, hier is Kolhorn. En als je dan de tijdlijn wat verder naar beneden schuift, dan ligt Kolhorn midden in het land. 20 kilometer van zee. Waar voormalige Zuiderzeestadjes als Enkhuizen, Stavoren en Hinderlopen nog steeds kunnen pronken met hun prominente plek langs het water, lag Kolhorn al vroeg als een vis op het droge. En is de voormalige havenplaats langs de bocht in de West-Friese Ommeringdijk met zijn karakteristieke turfschuren. Daardoor misschien wel het best bewaarde geheim van Noord-Holland, waar je leuk kunt aanleggen met alle voorzieningen. Na Kolhorn steken we het kanaal Alkmaar-Omval Kolhorn in, langs Lutjewinkel, Nieuwe Niedorp en Verlaat, waarbij we nog 2 sluizen tegenkomen. De Braaksluis, even na Kolhorn, en de Roskampsluis bij Noordscharwoude. Nou, wat vind je van de tocht tot nu toe vandaag? Van Schagen naar Alkmaar. Veel sluizen. Nou, 3 sluizen. Ja, er zijn vanmorgen 2 tegen mij. Dat zijn 3. Die andere had ik over het hoofd gezien. Ja. Hoe lang duurt het nog voordat we in Alkmaar zijn? Als het goed is, komen we om 4:07 aan. Tenminste, dat zegt de app. We zitten nu ter hoogte van Noord-Scharwoude. Dan komt Broek op Lange Dijk. En dan zitten we ook al zo'n beetje tegen Alkmaar aan. Ho, niet te snel. Bij Broek op Lange Dijk moeten we even stilstaan. Want deze sluis markeert de toegang naar het Rijk der 1000 eilanden. Die eilandjes zouden zijn gemaakt om varkens apart te houden tijdens de varkenspest in de 13e eeuw. Ze bleken zo vruchtbaar dat het gebied al snel de groentetuin van Europa werd genoemd. Bijna 90 jaar zijn de producten van deze streek geveild in Broek op Lange Dijk, waar in 1912 dit houten gebouw als vaarveiling werd opgetrokken. De tuinders voerden er hun groenten en aardappelen per schuit binnen. En zo werd de Broekerveiling de eerste doorvaargroenteveiling ter wereld. Bij de Bolspoorbrug staat 2,30 meter op de waterkaart. Net te krap, hè? Die hoogte zouden we moeten kunnen hebben. Nog maar een poging. Kan je er naartoe trekken of niet? Durf je dat niet? Ja, dag. Dit is Marieke Roosier van de Canicula. Wij liggen voor de spoorbrug en wij kunnen er net niet onderdoor. Dus als je hem voor ons open zou willen maken, heel graag. Nou, geweldig. Ja, daar. Doei. Thank you.
Nu zijn het er nog maar 4, maar ooit stonden er 6 van deze strijkmolens op rij. Ze streken het water van de ene boezem in de andere, maar verloren hun functie toen het waterpeil gelijk werd getrokken. En zo varen we Alkmaar binnen, waar we het Noord-Hollands Kanaal weer tegenkomen. Maar het is aangelegd in de voormalige stadsgracht. Je kunt er op veel plekken aanleggen. Wij kiezen voor een redelijk rustige aanlegplaats voor het politiebureau aan de Kanaalkade, waar we dicht bij de super en het centrum zijn. Dit is toch met recht het mooiste wagenbouw dat we hebben gezien in Nederland, hè? Ja. Hij is ook van 1572, zag ik zo net. Heel oud. Ja. Gouden eeuw, hè? Ja. Alkmaar heeft nog een mooi middeleeuws centrum. Kiek! Met smalle straatjes en interessante winkels. Kijk, hij heeft er weer eentje gevonden. Na 2 dagen hebben we lang niet alles gezien. Maar gaan we toch weer verder. Jos. Er moet iets overblijven voor de volgende keer. Ja, dat ging goed, hè? Ja. Op de voormalige bolwerken herinnert het Victoriemonument aan Alkmaars ontzet. Even verder staat de middeleeuwse accijnstoren, waar de belasting over ingevoerde goederen moest worden afgedragen. Na een stukje Noord-Hollands Kanaal komen we uit in het Alkmaardermeer, een van de grotere meren van Noord-Holland dat, in tegenstelling tot Beemster en de Scherpen, niet werd drooggelegd, omdat het nodig was voor de afwatering. En dat is dat eilandje waar we ooit eens hebben aangelegd, hè? Ja, klopt. Zo te zien valt er nu weinig te beleven, maar toen was het hartstikke druk, hè? Het is toch van een vereniging of zo, een watersportvereniging. Ik kan de namen niet goed meer herinneren. Nee, ik ook niet. Maar we varen er even omheen. Dat was wel een super plekje, hè? Ja, het was hartstikke fijn. Het Kogerpolderkanaal of de Markervaart en jachthaven de Woudhaven komen we weer uit op het Noord-Hollands Kanaal. Waar we West- en Oost-Grafdijk passeren. Kleine plaatsen die zeevaarders voortbrachten. Nou, zo is het Noord-Hollands Kanaal best mooi, hè? Het is alleen het eerste saaie stuk waar niet zoveel aan is. Het monumentale veerhuis en fietspont Jan Hop markeren waterkruispunt Spijkerboor, dat inderdaad wel iets weggeeft van het ouderwetse stuk gereedschap. Over het handvat van dat gereedschap gaan we de Beemster Ringvaart op, passeren de brug van 2,80 meter hoog, waarna we nog net een glimp opvangen van forts bij Spijkerboor, verscholen in het polderlandschap van de Beemster. We zijn op weg naar een bijzondere plek in Noord-Holland. Het voormalige Schermereiland, dat ooit omgeven werd door het Starnmeer in het zuiden, het Schermermeer in het westen en aan de oostkant het Beemstermeer. Na de drooglegging van deze plassen was het Schermereiland natuurlijk geen eiland meer, maar een ingepolderd veengebied, de Eilandspolder. Aan de rand van die polder ligt de Rijp, waar we aanleggen in de jachthaven van watersportvereniging Eilandspolder. Na aanmelding bij de havenmeester krijgen we een prachtig plekje aangewezen en kunnen we de omgeving verkennen. Die is niet mis. Allereerst de Rijp zelf, een schilderachtig plaatsje met als middelpunt de kerk en het voormalig raadhuis. Met opvallende, karakteristieke bruggen. Minstens zo mooi is het eilandenrijk achter de Rijp, waar je met de fluisterbootjes van Henk Blokdijk het bijzondere gebied kunt verkennen. De Eilandspolder is een gebied dat is zo'n 2000 jaar geleden ontstaan. En zo rond 1500-1600 hebben ze de meren die ernaast lagen hebben ze dus ingepolderd. Dat waren de Beemster en de Schermer, hè? De Beemster en de Schermer.
En dit gebied is gewoon ertussen blijven liggen, tussen de Schermer en de Beemster. Toen is de naam Eilandspolder ontstaan. Maar het is een gebied dat is van nature ontstaan door het Getijdenstrand. Hoog tijd om het zelf te gaan bekijken. De brede, doorgaande waterweg heet de Gouw, met links en rechts een netwerk van slootjes. Die niet overal even diep zijn. De grillig gevormde eilandjes zijn nog steeds in gebruik als weide- en hooiland. En zijn ideaal voor weide- en watervogels. Door een van die zijslootjes varen we naar Grootschermer. Met de dorpskerk als baken in de polder. Naast natuurlijk de ooit zo belangrijke molens. Na een zeer aangenaam verblijf in de Eilandspolder gaan we verder. Door de Beemster Ringvaart, langs werelderfgoed de Beemster, waarbij we alweer een lage brug tegenkomen. Maar deze keer eentje die niet beweegbaar is. Daar is de brug, 2,20 meter. We gaan het meemaken. Als het niet lukt, moeten we een heel eind terug. Ja, nou, ik denk iets van 2,5 uur. Waar we heen gaan, dat zie je in de volgende video. Bekijk ondertussen deze. Die vind je misschien ook interessant. We vinden het erg leuk als je een reactie plaatst en je abonneert op ons kanaal. Bedankt voor het kijken.